Het was al wel even een tijdje geleden dat de mannen van het marathonpeloton in Eindhoven waren. 2017 was de laatste wedstrijd en die werd gewonnen door Kerry Hekman. In het oranje pak, Sjoerd Hertog, in het witte pak, Daan Gelling. Het was een levendige wedstrijd, veel aanvallen, veel ploegen die het probeerden. Maar er kwam niemand weg. Het ijs sloeg snel aan en het was zwaar. En dan lijkt het erop, met 13 ronden, dat we zo naar de normale eindsprint gaan. Maar normaal wordt het niet, want Sjoerd Hertog komt te val en weet dat hij terug moet komen, want punten zijn belangrijk. De top van het klassement echt zit op maar een paar punten afstand. Ook de Jumbo-Visma-formatie trekt nu hard door met Mats Stoltenborg en Robert Post, Bart Holwerf en de snelle Harm Visser. Daarachter de groene trein van Holwerf, Heiwerken, AB Vakwerk. En Sjoerd Hertog. Hij zit weer terug voor in het peloton en gaat dus ook meedoen met deze sprint. Mats Stoltenborg gooit het tempo nog omhoog. En dan is het Robert Post die de Jumbo-trein naar de finish moet gaan brengen. Een aantal mannen waait het uit. Crispijn Ariens, de winnaar van vorige week in Tialf. Heel goed ook daarachter. En dan lijkt het erop dat Holwerf Heiwerken de kaart Kerry Hekman gaat spelen. Kerry Hekman was in het begin van het seizoen niet fit. Reed nog geen goede wedstrijd uit, maar gaat wel meesprinten. En dan gaan we naar de bel voor de laatste ronde. Is het Crispijn Ariens die heel hard aanzet om er voorbij te komen. Maar Holwerf en Visser zitten aan de binnenkant. En we weten heel handig, ook Sjoerd Hertog komt naar voren. Daan Gelling moet helemaal naar buiten en dan weer naar binnen sturen. En dan is het laatste stuk. Kerry Hekman, Crispijn Ariens, Harm Visser en ook Sjoerd Hertog. En dan is het, net zoals 5 jaar geleden, dat Kerry Hekman hier de wedstrijd wint. Ja, en blij is hij.